Dank u wel, voorzitter. Ik heb u net buiten het zicht van de camera's gezoend. Er gaan nog genoeg praatjes over ons. Maar van harte gefeliciteerd. U bent jarig, wat mooi. We waren er al vroeg bij als commissie Binnenlandse Zaken. We wilden slingers ophalen, maar het lukte niet. We wilden ook Lang zal ze leven zingen, maar de heer Van der Staaij zingt alleen op hele noten. Van harte gefeliciteerd. Ik weet zeker dat ik namens alle deelnemers aan dit debat spreek. En nog vele gezonde jaren. En uw verjaardag, voorzitter, ja, dat draagt eigenlijk alleen maar bij aan het jaarlijkse feestje dat we hier mogen hebben. Want het is altijd een leuk debat. Ik vind het altijd gezellig. Er komt van alles langs. Geschiedenis, inlichtingendiensten, et cetera. En mijn inbreng zal erop geen uitzondering zijn. Het eerste waar ik het over wil hebben is algemene zaken, want daar gaat het vandaag onder andere over. Houdt zich bezig met toezicht op de CTIVD. En die commissie is cruciaal voor ons als Tweede Kamer. Immers, de geheime dienst is geheim en wij Kamerleden kunnen eigenlijk onze grondwettelijke taken niet uitvoeren op dit vlak, namelijk het controleren van de regering. En daar is iets op gevonden, de CTIVD. En dat is een groep professionals die namens de volksvertegenwoordiging de geheime dienst in de gaten houdt. Die mensen kunnen gewoon het gebouw van de AIVD inlopen. Ze hebben hun eigen pasje en dat doen ze geweldig. Vorige week hebben wij een debat gehad met de minister van Binnenlandse Zaken. Dat ging over het achterhouden van een CTIVD-rapport rondom het referendum wat we in de tijd hadden. Een referendum over de geheime dienst. Dat rapport is onder de pet gehouden. En de CTIVD zei rondom dat referendum dat er onvoldoende garanties zijn in zaken de overdracht van gegevens naar buitenlandse inlichtingendiensten. Dat kwam de minister rondom dat referendum niet zo goed uit. En wij ontvingen dat rapport niet. Mijn fractie heeft toen gezegd in dat debat, de minister heeft de morele plicht om zo snel mogelijk die informatie over te dragen. Mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom valt de CTIVD niet rechtstreeks gewoon onder de Tweede Kamer? Zouden we dat niet eens moeten regelen, dat het weggaat bij algemene zaken? En in ieder geval, voorzitter, moet de relatie tussen de Kamer en de CTIVD helemaal schoon zijn en geen onderdeel zijn van politiek gejeremieer. Wij moeten de rapportage van de heer Brouwer en zijn mensen blind kunnen vertrouwen. Er moet geen ruis op de lijn zijn en de parlementaire controle moet maximaal zijn. Juist als het gaat over zoiets als de geheime dienst. En nu hangt het nog te veel aan tegen het kabinet. Om te voorkomen dat de onafhankelijke positie van de CTIVD in twijfel wordt getrokken, stelt mijn partij dan ook voor dat we een afspraak moeten maken dat die rapporten gewoon automatisch altijd binnen 6 weken naar de Kamer gaat. Vindt de minister-president dat een goed idee? Voorzitter, een paar jaar geleden werd bij deze begroting, ik dacht door de heer Van der Staaij, de vraag gesteld wanneer Nederland nou eigenlijk gesticht is. Ik zou zeggen bij de pacificatie van Gent in 1576, want daar gorden Noord- en Zuid-Nederland zich aan één, inclusief Vlaanderen en stukken van Noord-Frankrijk, achter Willem van Oranje. Dat was een hoopvol moment. De wieg van Nederland staat dus eigenlijk in Vlaanderen. Toch zien velen de akte van verlatingen, 1581, als onafhankelijkheidsverklaring, geschreven door ons, de Staten-Generaal, geschreven eigenlijk door een Vlaming, betrekkend hebbend, niet alleen op Nederland, maar ook Brabant, dus wat nu België is, het huidige Belgisch Brabant, Vlaanderen en Mechelen. Voorzitter, de akte van verlating mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer besteden er recentelijk aandacht aan. En als beide kamers van de Staten-Generaal eendrachtig zijn, dan is er echt iets aan de hand. Zou het niet mooi zijn als we dit onderstrepen en de datum van de ondertekening, 26 juli, uitroepen tot een nationale feestdag? Dan vieren we het jaarlijks. De historicus Rutte zal dit zonder twijfel aanspreken. Een vrije dag zit er wellicht niet in, tenzij hij in een goede bui is, maar dat horen we dan graag. Maar een officiële feestdag, om dit alles te onderstrepen, is toch wel het minste. Mijn derde punt, voorzitter. Partij voor de Vrijheid is een echte monarchistische partij. We mogen ons gelukkig prijzen met een koning en een koningin die een symbool vormen van onze nationale eenheid en ons land. Ook weer een link met onze geschiedenis waar ik het net over had. En dat moet vooral zo blijven. Onze koning en koningin moeten boven de partijen staan. De koning gaat binnenkort op staatsbezoek naar Groot-Brittannië. En de majesteit had daarom een aantal Engelse journalisten uitgenodigd ten paleize. En wat zegt de koning tegen die verslaggevers? Nou, dat hij de uitslag van het Brexit-referendum betreurt. Ik citeer de Daily Telegraph. He wished the result had gone the other way. Pardon, het Groot-Brittannië heeft iets heroïs gedaan. Het heeft zich onafhankelijk verklaard. Economisch heeft de uitslag van dat referendum vooralsnog goed uitgepakt. Doomsday-scenario's bleken apenkool.
Inmiddels kiest bijvoorbeeld Unilever voor Groot-Brittannië en niet voor Nederland. Daar heeft de minister-president wellicht iets van meegekregen. Voorzitter, we mochten enkele weken geleden meemaken dat prinses Laurentien de publiciteit zocht in zaken de twee Armeense kinderen die 8 rechterlijke uitspraken aan hun laars lapten en na een campagne van emotionele chantage door de Nederlandse publieke omroep toch mochten blijven. Mijn vraag is het de taak van een prinses om zich te mengen in een politiek, CQ, publiek debat? En 2, wat vindt de minister-president van de standpuntbepaling van de koning in zaken Brexit? Is het de taak van het staatshoofd zich uit te spreken over de uitslag van een referendum in een ander land? Zeker nu ons het referendum is ontnomen. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Wel, ja, ik blijf het zeggen, een van de leukste debatten van het jaar. Voor elk wat wils. Stukje geschiedenis en doorbraak in zaken Johan van Oldenbarneveld. De heer Van Raak kan nu met pensioen. Voor volgend jaar hoop ik op iets meer historie van de heer Van der Staaij. Dat heeft hij de afgelopen jaren gedaan. Ik had het over u, meneer Van der Staaij, was u weg. Mijn fractie ziet ook uit naar de voorstellen volgend jaar om alle paleizen te voorzien van windmolens en huiszoekingen te doen bij de koning om ervoor te zorgen dat hij geen muizenvallen heeft of goudvissen. Want we zijn hem lekker aan het micromanagen, zal ik maar zeggen. Voorzitter, ik heb 2 moties. De heer Van der Staaij, ja, zijn naam niet edel gebruiken. Ja, nou, voorzitter, als ik berispt word dat ik in mijn historische terugblik niet verder ga dan de jaren 60, kan ik dat natuurlijk niet onbesproken laten. Dus laat ik dan in de richting van de heer Bosma zeggen dat we in andere debatten al aandacht hebben gevraagd voor het bijzondere feit dat 400 jaar geleden ook de Dordtse synode heeft plaatsgevonden en de opdracht is gegeven voor een Nederlandse bijbelvertaling, de Statenvertaling, die door de Staten-Generaal is gefinancierd. Kijk. Dus ik hoop dat ik hiermee een kleine omissie heb rechtgezet. Mijn historische hartje klopt sneller dankzij u, meneer Van der Staaij. Nou, fijn. Acte van verlating, ja. De minister-president heeft natuurlijk gelijk dat er veel momenten zijn in onze geschiedenis die als uur nul zou kunnen betitelen. Maar ja, de acte van verlating, dat is een historisch document, omdat daarmee wij afscheid namen van de Spaanse koning en zeiden van ja, als een koning geen, laat ik een modern woord gebruiken, draagvlak heeft bij het volk, dan moet je afscheid van hem kunnen nemen. Dat werd gecodificeerd, hoewel volgens mij Augustinus van Hippo ook wel iets heeft geschreven in de Civitate Dei, wat daar al betrekking op heeft, namelijk dat een heerser steun moet genieten. Voorzitter, om het toch even af te leren, 2 kleine moties. U haalt me de woorden uit de mond. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat er meer aandacht mag zijn voor onze nationale identiteit. Overwegende dat het goed zou zijn om jaarlijks stil te staan bij de onafhankelijkheid van Nederland. Verzoekt de regering 26 juli een officiële feestdag te maken waarop de ondertekening van het plakkaat van verlating gevierd wordt en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. En dan nog even, voordat u verder gaat, excuse, over de vorige motie. De heer Van Raak. Ja, ik twijfel toch wat ik daarmee moet. Ik kom uit Brabant. Toen de Republiek werd opgericht, werden wij een generaliteitsland, ja, een wingewest, een kolonie. Ja, wij kijken daar toch wat anders tegenaan, zeg ik tegen de heer Bosma. Dus dat maakt me toch moeilijk voor ons Brabanders om die motie te ondersteunen. Nou ja, als de rest van uw fractie maar meestemt, zou ik zeggen. Maar als u vergevingsgezind kunt zijn richting Johan van de Orde van Oldenbarneveld, wegens het feit dat hij de VOC heeft opgericht, dan heeft u zo'n groot hart dat u niet alleen maar vanuit uw Brabants perspectief moet denken, zou ik voorstellen. Ik dank de heer Van Raak voor de steun aan mijn motie. Voorzitter, dan nog even over de geheime diensten. Dat is toch een ernstig onderwerp, want wij moeten echt op aankunnen dat we de informatie van de CTVD, de mensen van de heer Brouwer, gewoon 1-op-1 kunnen ontvangen. Daarom deze motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat er geen twijfels mogen bestaan over de onafhankelijkheid van de CTIVD. Verzoekt de regering te bewerkstelligen dat CTIVD-rapporten uiterlijk 6 weken nadat deze aan de minister van BZK zijn aangeboden, automatisch openbaar worden gemaakt, comma, ook als de minister van BZK dan nog geen reactie gereed heeft en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging. Dank u wel.